Nou, Saar, vorig jaar was je gewoon openingsfilm van het NFF. Ik weet het. En nu zijn we een jaar verder. Het is zo snel gegaan, dit jaar. Ongelooflijk. Als ik nu bedenk dat wij zaten samen bij de openingsfilm. En ik voel nog zo goed wat ik voelde vorig jaar. Die angst, die doodsangst van iedereen gaat nu de film zien. En dat was nu gewoon helemaal weg. En ik dacht, jeetje, dat is de tijd wel heel snel gegaan. Hè? Maar hoe belangrijk is het voor jou als actrice om met een productie op het filmfestival te zien te zijn? Iedereen die van films houdt, die gaat naar het festival. En het is natuurlijk te gek dat er dan meer mensen naar je film gaan kijken. Of dat de film die al gedraaid heeft, dat die opnieuw gedraaid wordt nu op het filmfestival. Heb je dan ook een beetje de tijd gehad om dingen te zien deze editie? Nou, ik ben naar een openingsfilm geweest. Ja, dat was heel gezellig. Waren we samen. Ja, dat was samen. Hartstikke leuk. Dat is een beetje een gek verhaal. Maar gisteren was ik dus bij de NTR Kort. Dus de première van NTR Kort. Dat zijn meerdere films, ja, toch? Ja. En er wordt een praatje van het volk gehouden. Dat was allemaal hartstikke leuk. En ik zat daar en ik kreeg het opeens Spaans benauwd. Omdat ik dacht, ja, het is echt zo zonde. Ik schaam me echt dat ik dit moet vertellen. Maar ik had mijn strijkijzer nog aanstaan. Thuis. En ik moet weg. Ik dacht meteen, ik moet weg. Dus ik ben onder een verhaal dat gehouden werd, ben ik opgestaan. Dus ben ik heel snel naar huis gegaan, terug naar Amsterdam in de trein, helemaal paniek. Kom ik thuis, staat hij uit. Nee, dit meen je niet. Wie gaat het Gouden Kalf winnen in de categorie beste acteur? Heel lastig, maar ik denk zelf Martijn Fischer. Voor zijn vertolking van Hazes. Ja. Want ik ging best wel met een vooroordeel naar die film toe. Ik dacht, oh, ik krijg weer zo'n hazesfilm. Weer ook. Ik ben echt heel erg verrast erdoor. Ik voel dat hij het echt waanzinnig heeft gedaan. En als iemand in een rol kan kruipen voor zo lang, is hij het wel. Die heeft natuurlijk al anderhalf jaar is hij Hazes geweest, ook in de voorstelling. Maar ik gun het natuurlijk heel erg over Matthijs en Vincent, omdat ik die gewoon goed ken. En maar ik had er al wel eentje gezien, die ik heel graag nog wil zien. Misschien je vriendin koopt de vis op de markt. Oké, ik lees hem eerst even voor, dan ga ik vertellen waarom. In het licht surrealistisch decor van een tijdloos burgerlijk bestaan worstelt de verkoper bij een keukenfabrikant met het toenemelijke huiselijk geweld waarmee zijn vriendin hem overvalt. Nou, pretty bizar. Ja, pretty bizar. En ik heb de poster hiervan gezien en het is gewoon al een hele grappige poster. Met Tibo Lucas die hier zo staat met een vis in zijn hand. Ja, het is... En ik weet dat Emma Westenberg, die maakt een beetje surrealistische dingen. Dat ook de clip van Anouk nu bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, dat zal ook wel grappig zijn in een film. Ik denk dat het wel een beetje... Het zal waarschijnlijk heel weird zijn, maar ik denk dat ik dat wel wil zien. Vandaag in het kortblok om 1 uur in Rembrandt 3. Heb jij ambities voor Over de Grens? Grappig, want het wordt best wel vaak gevraagd, omdat heel veel mensen dan aan je vragen van oh, je bent actrice en wil je dan niet Hollywood veroveren? Het klinkt een beetje gek, maar ik heb dat dus niet zo heel erg. Ik vind het gewoon te gek om te spelen en het maakt mij niet zo heel veel uit waar dat is. Maar ik heb wel figuratie gedaan in een Bollywood film. Nou, dat is ook wel... Wat zeg ja, je nou? Ja. Even nog een keer. Nou, ik heb, zeg maar, iedereen heeft over Hollywood en ik denk dan aan Bollywood. Ik ben naar India gegaan. Ik heb een maand lang met een klasgenootje destijds, hebben we er alles aan gedaan om Bollywood in te komen. En dat is dus gelukt. Het is niet waar. Ja, het is echt waar. Wat dan? Wat heb je gedaan? Ja, het is uiteindelijk gelukt om figuratie te zijn in een giga Bollywood film. Wanneer was het en waar kunnen we hem zien? Oké, nou, dus volgens mij PK heet hij. En die is volgens mij al uit, want ik ben een paar jaar geleden ben ik geweest. En ik ben nog bezig met het helemaal vastleggen in een soort van documentaire. Dus it's coming.